Vorig jaar werd het groots aangekondigd. Het Wopke Wiebesfonds met tientallen miljarden geleend geld moest de economie verder aangejaagd worden door te investeren in projecten waar in de toekomst misschien geld mee te verdienen valt. Door corona leek het er even niet te komen, maar vandaag wordt het dan toch gepresenteerd. En eigenlijk om ons uit de crisis te investeren, meneer Vonhoff, hoe belangrijk is dat? Ja, dat uit de crisis investeren is heel belangrijk. Dat moeten we op meerdere niveaus doen. Deze was natuurlijk al aangekondigd om ons als Nederland klaar te maken voor een toekomst. Ja. Het is grote projecten die misschien publiek gefinancierd moeten worden om te beginnen. Bijvoorbeeld de waterstofrotonde, hè, of de spoorlijn naar Noord-Nederland, ja, de Lelylijn. Of investeren in artificial intelligence, iets wat natuurlijk wereldwijd booming is, maar waar je in Nederland koploper kunt zijn. Ja, in dat soort grote projecten moet geld. En dat geld, ja, dat kan eigenlijk alleen maar de overheid als eerste aanjagen. En dat is natuurlijk om onze economie over 10, over 15 jaar nog steeds concurrerend te maken. Ja. Het idee was eerst, toen dit werd aangekondigd vorig jaar met Prinsjesdag, toen was het een beetje van de sky is the limit. We moeten gewoon voor de toekomst, moeten we ons bestendig maken, geld verdienen. Maar nu is toch de boel wel gekanteld door de coronacrisis. Maakt dat het doel van dit fonds ook anders? Of blijft dat toch gewoon op de lange termijn? Nee, het doel blijft echt om ervoor te zorgen dat we over 15, over 20 jaar ook hier in Nederland nog steeds een hele sterke economie hebben. Daar moet je nu voor investeren. Als je kijkt wat bijvoorbeeld op onze hogescholen en universiteiten aan fantastische onderzoeken loopt. Hè. Ik neem zelf als voorbeeld die zonneauto's van TU Delft en Eindhoven, waarmee we allerlei wedstrijden winnen in het buitenland. Nou, hoe ga je er nou voor zorgen dat dat soort slimme innovaties op onze scholen ook daadwerkelijk uiteindelijk in start-ups en in nieuwe bedrijven leiden tot banen, werkgelegenheid in Nederland, waar je ook over 15 en 20 jaar nog geld mee kan verdienen. Ja, dus een speciale commissie die dan gaat beoordelen van wat zijn de plannen waar we dan echt in willen investeren. U noemde er al een paar, waterstof, maar ook dus die Lelylijn tussen het noorden en Groningen. Maar zouden dat inderdaad dingen zijn waar volgens u in geïnvesteerd moet worden? Ja, nogmaals, ik ben heel erg voor een quote die heet infrastructuur voor groei. En bij ondernemers denk je dan meteen dat we alleen maar asfalt willen aanleggen. Uh-huh. Maar je wil eigenlijk Nederland klaarmaken. Zowel op het niveau van onderwijs en mensen, als techniek, als technologie. Om die volgende stap te maken. En daarvoor is eerst veel geld nodig. Kijk, wat voor mij natuurlijk heel belangrijk is dat voor met name die MKB-ondernemers die investeringen ook leiden tot werk. Hè. Dus dit moet niet alleen maar iets zijn voor hele grote bedrijven en hele grote plannen. Maar daar zijn veel MKB-bedrijven die daar ook aan mee kunnen doen. Maar hoe kunnen zij daar aan meedoen dan? Nou ja, je moet dus eerst beginnen met iets te bouwen. Dus als je een spoorlijn neer gaat leggen, dan moeten er dus bielsen worden gelegd. En daar heb je bedrijven voor nodig en daar komt werkgelegenheid van. Dus het is niet alleen de afstand Amsterdam-Groningen verkorten. Maar het is ook tot die tijd gewoon heel veel werkgelegenheid. En dan is het belangrijk dat het niet alleen naar de grote bedrijven gaat, maar dat ook mijn eigen achterban, de MKB-bedrijven, daar gewoon hun voordeel van kunnen doen in de periode daarnaartoe. Nou, datzelfde geldt voor die toegepaste kennis. Hè. Er is veel kennis in Nederland, wordt veel geïnvesteerd. Maar dat moet uiteindelijk natuurlijk wel leiden tot banen, tot business. En daar heb je die MKB-bedrijven weer bij nodig. Dus het is erg belangrijk dat in al die hele grote getallen, 20 miljard, dat we niet vergeten dat het vooral het MKB is wat het moet gaan doen. Ja.